Goedemorgen iedereen. Ik ga jullie mijn ochtend skincare routine laten zien. Alle productjes die ik gebruik komen van bij mijn zus Charlotte. Sorry trouwens, ik ben echt net wakker. Daarom zie ik er zo uit. Maar oké, let's do this. Oké, als eerste ga ik mijn gezicht reinigen met deze. Want 's nachts bouwt je natuurlijk heel veel vuiltjes op en zweet en het gaat zo blinken en zo. Dus dat willen we niet. Dus reinigen als eerste. En gebruik zachtjes koud water, dat voelt zo goed. Dan ga ik tonen. Dus ik gebruik mijn toner. Niet te veel. Ik weet niet of jullie dat zien op een wit vlakje, maar ik denk het niet. Dat voelt ook gewoon zo goed. Als volgende gebruik ik een heel klein druppeltje van deze. Is super hydraterend. Je hebt echt maar een heel klein beetje nodig. Dat is echt een heel klein druppeltje, omdat dat echt super geconcentreerd is. Dan ga ik de Energy C crème doen. Hier zit heel veel vitamine C in, dus super goed voor je huid. Ik ga ook weer gewoon één pompje doen. Zo. En deze doet mij op een of andere manier altijd zo hard denken aan vakantie. Echt zalig. Voilà. Wat ik dan nog ga doen is Revitalash, omdat ik mijn wimpers altijd laat lashliften, zijn die nu redelijk aan het uitgroeien, omdat ik dat nu niet meer kan doen tijdens deze coronaperiode. Maar Revitalash is echt het beste voor je wimpers te laten groeien en terug gezond te maken en heel dik te maken. Dit is trouwens ook van mijn zoon Charlotte. Ik heb een nieuwe besteld, want mijn is echt op zijn einde. Dus de nieuwe gaat ook aankomen en dan kan ik die gebruiken. Dan doe ik nog een beetje lippenbalsem van Carmex. Omdat ik wat droge lippen heb. En dan als laatste gebruik ik mijn Melan 130. Deze. En dit is eigenlijk een tinted moisturizer met SPF van 130. Wat heel veel is en wat bijna nooit voorkomt. Maar ik wil mijn gezicht goed beschermen, want ik heb wel pigmentvlekjes hier momenteel. En ik krijg wel redelijk snel pigmentvlekjes. Dus dat wil ik tegengaan. En dit beschermt je gezicht zo goed voor de zon. Gebruik alsjeblieft een SPF. Als je niet deze wilt gebruiken, gebruik dan een andere. Maar dat is gewoon zo belangrijk. En dan ga ik zo doen. En dat is ook ineens eigenlijk een, hoe moet ik het zeggen, een foundation of BB cream of hoe noemen we dat, zoiets tegenwoordig. Dus daar heb ik ook geen foundation te gebruiken. Gewoon goed uitsmeren met uw handen. Voilà. Oké, en dat is eigenlijk alles wat dat ik 's ochtends doe.
S'ochtends doe ik niks van oogcrème of zo, want dan gaat het altijd allemaal te vettig zijn. Het kwam nog dus s'ochtends deo. Voilà. En dan ben ik klaar om mijn dag te beginnen. Ik ga mijn schminken, eten, tanden poetsen, aankleden en dan ga ik naar kantoor vertrekken. Maar ik ga hier wel deze vlog afsluiten, want de rest gaan we niks speciaal meer doen vandaag. Corona, you know. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.